Ieder jaar kiest de Kinderraad van Tiel een praktisch uitvoerbaar project dat aangepakt wordt. In november 2014 is gekozen voor de verfraaiing van de afvalbakken in Tiel. Deze zijn nu groen en nodigen volgens de Kinderraad niet uit om afval in te gooien. Het college heeft ingestemd met het voorstel om een opdracht te verlenen aan Grasshopper Tiel om 100 afvalbakken te verfraaien in samenwerking met leerlingen van de Tielse basisscholen. De kosten hiervan bedragen ruim 3000 euro. Het ontwerp zal in een stickervorm worden aangebracht op de huidige prullenbakken.